We zijn hier in de Wieken in Hulshorst en er wordt een inloopbijeenkomst gehouden en dat voor de bloemenkampen. Peter Dam, kunt u uitleggen wat dat inhoudt? Wat is de bloemenkampen? Bloemkamp is een gebied tussen Harderwijk en Nunspeet in. Een gebied wat vroeger heel erg bloemrijk was, nat hooiland. En we hebben hier kansen om dat gebied te herstellen in zijn oorspronkelijke bloemrijke staat. En daarom zijn we hier vanavond om te vertellen hoe we dat denken te gaan doen. Ja. En waarom is ervoor gekozen om dat gebied te herstellen? Waarom moet het terug naar vroeger? Het Bloemkamp is, ligt op een plek waar heel veel kansen zijn, wat al heel nat is, zeg maar, vanzelf. En het is heel relatief makkelijk om het gebied te herstellen in de staat van waar die tientallen jaren geleden was. En heel veel plekken in Nederland kan dat niet meer. En Bloemkamp is een plek waar dat juist heel goed kan. En wat moet er dan gebeuren om het terug te brengen naar die oude staat? Er zijn verschillende maatregelen die we willen gaan uitvoeren. Het verondiepen van een aantal sloten in het gebied, zodat ze minder makkelijk en snel het water afvoeren. Een andere maatregel is, er lopen 3 beken door het gebied heen. Die beken die voeren ook heel snel veel water af, dat willen we wat gaan beperken. Dat kunnen we doen door ook deze beken geleidelijk aan te verondiepen. Een andere maatregel is dat we her en der de toplaag, waar wat veel in het verleden wat mest opgebracht is, die halen we eraf. En dan ontstaan de condities die we graag willen zien. Ja. En daarvoor dus een inloopbijeenkomst om iedereen te informeren, denk ik. Komen er veel mensen op af? Wat is de verwachting? De verwachting is, we hebben een x-aantal mensen uitgenodigd. Ik verwacht zo ongeveer 40, 50 mensen die gedurende de hele avond langs gaan komen. Ja. En wat krijgen die dan allemaal te horen? Een verhaal over wat is de stand van zaken ten aanzien van hoeveel hectares in het gebied hebben in bezit en moet er nog veel hectares geworven worden. We leggen uit wat we willen gaan bereiken in het gebied en hoe we dat denken te gaan doen. Er zijn collega's van de provincie aanwezig om te vertellen hoe het gaat met regelgeving, vergunningen, etc. En er is ruimte om, als mensen ideeën hebben waar we zelf niet aan gedacht hebben, om die ook mee te geven aan ons. En daar zijn we altijd heel blij mee. Want hoe lang gaat het nu eigenlijk duren om bloemenkampen weer te realiseren zoals het vroeger was? Dat gaat nog wel even duren. We hebben nu een informatieavond. Eind van het jaar hopen we een eerste concept, een voorontwerp klaar te hebben. Dan is er begin volgend jaar weer een informatieavond. Die input die gaan we verwerken naar een definitief ontwerp. En daarna moeten er nog vergunningen aangevraagd worden. En we hopen in 2019 met de uitvoering te kunnen beginnen. Nou, dat is nog een lang traject. Dat is zeker een lang traject, maar het moet ook zorgvuldig gebeuren. Dus daar moeten we de tijd voor nemen. En met hoeveel partijen zit u dan rond de tafel om dit allemaal te bespreken? Dit is een project van de provincie Gelderland, het waterschap en natuurmonumenten. En ook de gemeente Harderwijk en Nunspeet zijn er nauw bij betrokken, want de gronden liggen natuurlijk in deze gemeentes. Ja, en het is dus nog een lang traject. Er zijn ook veel mensen dus aanwezig die dat allemaal moeten regelen. Het lijkt me een flink kostenplaatje. Het kostenplaatje, dat weten we nog niet precies, want we zijn nu aan het nagaan van welke maatregelen moeten waar genomen worden. En pas als dat verder bekend is, kunnen we aannemers laten vragen om daar berekeningen voor te maken. Dus begrotingen zijn op dit moment nog niet bekend? Nee, die zijn nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de provincie dit heel graag wil, dit project. En Natuurmonument en Waterschap natuurlijk ook. Dus we verwachten dat er wel voldoende geld zal zijn. Dank u wel. Graag gedaan.